Hallo allemaal, ik ben Sweet Chillian en vandaag praten we over games, maar ook over de quarantaine. Veel ouders en kinderen zitten nog steeds thuis van werk en school en in sommige gevallen mogen ze niemand anders zien. En dat is niet alleen een hoop miserie, maar ook echt kloten. Daarom is het een goed idee om veel leuke dingen met de familie naar huis te kunnen doen, zoals gamen natuurlijk. Vooraleer ik met de lijst begin, wil ik wel even melden dat al deze games uitgekozen zijn omdat ze echt door iedereen makkelijk gespeeld kunnen worden. Je oma zou zelfs mee kunnen doen. Allee, als ze de knopjes kan zien op die kleine controller natuurlijk. Maar bovenal zijn deze games dus gekozen vanwege hun hoge fungehalte en de eenvoud van het spelen. Om maar meteen met het meest cliché antwoord eerst te komen, ieder game met Mario zijn de kop op, kun je alvast zeker zijn dat dit een goede game is om samen te spelen. Mario Kart 8, Mario Tennis Aces, Super Mario Party, New Super Mario Bros. En Smash Bros. Zijn makkelijk voor zowat ieder type speler. Ja, ook Smash Bros. Kijk maar, zie je Mario zijn de kop? En wel, dat wil zeggen dat je ook deze game gerust kan uitproberen bij nieuwe gamers, jong en oud. Maar nu, voor de eerste echte game uit deze race heb ik Snipperclips gekozen. Deze game dateert alweer van bij de launch van de Nintendo Switch in 2017 en kan je met 1 tot 4 spelers gespeeld worden. De bedoeling van de game is dat jij met een papieren ventje een puzzel moet oplossen. En dat doe je aan de hand van het roteren van je hoofd en het uitknippen van elkanders papier. Klinkt misschien een beetje raar, maar het is echt zeker en vast een grappig spel als je stukje per stukje hebt uitgeknipt. Daarnaast heb je ook communicatie nodig om de puzzels tot een goed eind af te werken. De tweede game op de lijst noemt Tower of Babel. Deze game laat de speler als slingerende blokken op elkaar vallen om een zo'n hoog mogelijke toren te maken. Je zou kunnen zeggen dat deze game iets weggeeft van het klassieke spel Jenga, maar dan ieder voor zich. De speler met de hoogste toren wint en je kan simpelweg verliezen doordat je toren op een gegeven punt zo wankel staat dat hij als een kaartenhuisje ineenstort. De volgende game zal bij velen wel een belletje doen rinkelen en dat is Overcooked 2. Deze game is gemaakt door Team 17, beter bekend van zo'n leuke partygame genaamd Worms. In Overcooked moet je samenwerken om zo snel en efficiënt mogelijk ingrediënten te verzamelen en ze te combineren tot één lekker gerecht. Doordat je een tijdslimiet hebt, gaat alles er wel heel hectisch aan toe en kan je wel eens iets verbranden, laten vallen of gewoon, ja, voor elkanders voeten lopen. De levels zijn ook heel gevarieerd, van een klassiek restaurant tot rijdende vrachtwagens. Hoe zotter het lijkt, hoe beter zou je kunnen zeggen. Er zijn niet veel games waar chaos ook echt leuk is, dus als je iets zoekt dat teamwork vereist, zit je hier wel goed. Een andere game om je stressniveau te testen is Moving Out, nog zo'n partygame van Team 17. Deze game speelt gelijkaardig als Overcooked, maar hier speel je dan als een verhuizer en moet je zo snel mogelijk alles inladen in een vrachtwagen. Of je de meubels nu zo deftig mogelijk erin zet of erin gooit, zoals je bij de echte courierdiensten wel eens ziet, is aan jou. Maar je kan het ook wel beloond worden door een raam te breken of ongevraagd toch die paar kippen of andere beesten mee te pakken. Dus ik zou zeggen, laat je gaan. Een volledig andere game is dan weer Keep Talking and Nobody Explodes. In deze game speelt iemand met de Switch in handheld mode, terwijl hij probeert een bom binnen de tijd te ontmantelen. Dit doe je door met een tweede persoon te communiceren wat je op je scherm ziet. Die geeft dan instructies via een papieren handreding, wat jij precies moet doen om niet in de lucht te vliegen. Het is net gelijk in de films, maar minder dodelijk. De papieren handreding is gratis te downloaden via de officiële website, of je kan natuurlijk openen via een laptop of een tablet. Als je dan toch de lucht in zou vliegen, dan kun je direct naar de ruimte vliegen in Lovers in a Dangerous Spacetime. In deze game moet iedereen samen een spaceship bemannen en ieder moet een stuk van het schip besturen. Je hebt iemand in de cockpit die rondvliegt, je hebt iemand nodig om een schild te gebruiken als je beschoten wordt door de vijand en je moet natuurlijk ook terugschieten om je vijand kapot te krijgen. Deze game leunt zich het best aan bij groepjes van 3 tot 4 spelers en heeft opnieuw toch wat communicatie nodig als je niet tot ruimtestof wil eindigen.
Moest je dan toch ergens met je sip crashen, dan kun je je ruimtepakje aandoen en Astro Bears Party spelen. In deze game speel je met een beertje in een astronautenpak en komt er een lijn uit je reet terwijl je rondloopt op een kleine planeet. Andere beren die tegen jouw lijn aanlopen zijn verslagen en aangezien het planeetje toch wel heel klein is, zal het niet te lang duren vooraleer de eerste beer geveld is. Als de ruimte niet zo jouw ding is en je liever met je gsm bezig bent, dan kun je gerust één van de 6 Jackbox Party Packs proberen. Deze gamecompilaties bevatten telkens zo'n 5-tal games om met vrienden of familie te spelen en je controller is deze keer simpelweg je smartphone. De Party Packs bevatten telkens games om elkander beter te leren kennen, je kennis te testen of gewoon om anderen eens op een grappige manier bezig te zien. De games zijn zeer uiteenlopend, dus bekijk ze zeker allemaal als je eentje wil aanschaffen. Een game dat vast iedereen wel kent is Tetris. Als je een Nintendo Online abonnement hebt voor de Switch, kun je nu al gratis Tetris 99 afhalen en online spelen. Maar voor de local play en een singleplayer mode heb je de uitbreiding of het fysieke exemplaar nodig. Een ander game dat ook Tetris bevat is Puyo Puyo Tetris. Hier kunnen de spelers kiezen of ze liever met de balletjes van Puyo Puyo willen spelen of de klassieke blokjes van Tetris. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk Puyo Puyo of lijnen cleart, zodat je tegenstander naar omhoog geduwd wordt met lijnen en Puyo Puyo en het moeilijker wordt om te overleven. De laatste game die je kan aanraden moet eigenlijk nog uitkomen en dat is 51 Worldwide Games. Deze game arriveert op 5 juni en bevat zoals de naam zegt 51 verschillende games gebaseerd op klassieke board- en kaartgames. Als je nu wilt schaken, biljarten, bowlen of pokeren, alle games kun je makkelijk alleen of met anderen samen spelen. Heb je meerdere switches, dan kun je zelfs een gratis versie downloaden en die switch uitnodigen in een multiplayer game. Je weet wel. Dat noemden ze vroeger Download Play op de Nintendo DS. Het coolste van allemaal is dat je ook switches aan elkaar kan koppelen door ze simpelweg tegen elkaar te leggen. Zo creëer je bijvoorbeeld een groter level in games zoals Battletanks of Kart Racer. En met je laatste game, of games, wat jij wil, is deze eerste race ten einde gekomen. Natuurlijk zijn er nog tientallen toffe multiplayer games te spelen en die zullen je in de toekomst vast wel nog aan bod komen. Maar nu heb je alvast weer een goede reden om je partner of ouders te overhalen een extra game in huis te halen. Welke games vinden jullie perfect voor multiplayer en welke soort video's zou je nog graag willen zien? Laat het ons weten hier beneden en vergeet zeker niet te liken of te volgen als je meer wilt zien van ons in de toekomst. Stay safe en tot de volgende keer!